krassen, krassen, krassen. Lekker door het zand, door het water en door de bossen. Wat komt er nou allemaal bij een crosstraining voor kinderen kijken? Het belangrijkste is dat kinderen mooi vertrouwen hebben. Dat ze leren hoe ze van de wal af moeten stappen, hoe ze moeten zitten. Dat de ponies door het water heen durven komen. En dat gaat hier vooral met deze training om een stukje vertrouwen en gewoon wat dingen doen die ze normaal gesproken thuis niet kunnen doen. Ja, wat ik me afvraag, is dat niet gevaarlijk voor kinderen? Nee, in principe als je het gewoon netjes met beleid opbouwt, dan is dat heel niet gevaarlijker dan dat je gewoon thuis over een balkje of een hindernisje heen springt. Maar het is gewoon allemaal langzaam beginnen en deze baan hier in Ermelo is daar heel goed geschikt voor. Dus we kunnen gewoon hele kleine stapjes vooruit zetten. Kijk, die gaat ook wel heel goed doen, hè? Dat wordt nog net een keer. Als je crossen wil rijden echt op wedstrijd, dan zul je toch ergens dat even moeten oefenen. Want ja, ponies moeten leren hoe ze van een wal af moeten gaan. Je moet dat als ruiter ook leren hoe je dat moet doen. Door de waterbak heen. Dus het is niet dat je zomaar dat thuis kunt oefenen, een beetje over hindernissen kunt oefenen en dan naar een wedstrijd toe kunt. Maar als je via de KNS kun je trainingen aanvragen. Die worden georganiseerd. Meestal per regio worden trainingen georganiseerd. En op die manier kun je een beetje oefenen hoe het moet. En dan kun je rustig je eerste crossje gaan rijden. Hoe oud moet je eigenlijk zijn om te gaan crossen? Ik heb in mijn eigen crosstrainingen kinderen vanaf een jaartje of 6. En dan beginnen we gewoon heel rustig met basis en goed sturen. Hele lage hindernisjes. Ja, die kinderen kunnen nog niet naar een wedstrijd toe, maar die kunnen wel al de basisprincipes van een crosstraining kunnen ze best wel al leren. Okay. En qua veiligheid, want dat is belangrijk wat ze dragen? Ja, het is heel belangrijk. Sowieso heel belangrijk dat ze een goedgekeurde veiligheidshelm dragen. Daar moet je altijd op hebben, maar met crossen is het nog extra belangrijk. En daarnaast is het belangrijk dat je een bodyprotector draagt, dat als je valt op een hindernis, dat je goed beschermd bent. En dat die bodyprotector ook heel goed past. Dat die niet te kort of te lang is, want daardoor kun je als je valt alsnog blessures krijgen. Maar nog één keer dan om het af te leren. En als je dan niet zo goed durft, nou, dan loopt papa toch gewoon mee.